Ja, een kant-en-klaar antwoord is er denk ik niet. Maar het feit, dat zeg ik altijd met dingen die moeten veranderen. Het feit dat we het gesprek voeren is in ieder geval een goede eerste stap. Al vrees ik dat dit gesprek al 30 jaar gevoerd wordt. Dus we moeten het wat steviger voeren. In mijn eigen gezin, zoon, dochter en nu ook kleinzoon, heb ik gemerkt dat zij geen leuke tijd hebben op school gehad. En dan druk ik mij heel voorzichtig uit. Ze hebben eigenlijk een hele slechte tijd gehad. Ze zijn nooit onderkend dat ze hoogbegaafd waren, hebben daardoor nooit aansluiting gehad op school, hebben veel dingen geleerd omdat mijn man en ik ze hebben begeleid, maar niet omdat de school aansloot. Ze zijn daardoor ongelukkig geworden, tot hoge mate ongelukkig. Het heeft veel leed veroorzaakt en dat is nooit in alle gevallen helemaal overgegaan. Dus de kinderen krijgen meer werk. En soms is het verdiepend, soms is het verrijkend, maar veel is het gewoon meer. En dat is helemaal niet waar de kinderen op zitten te wachten. Heel veel hoogbegaafde kinderen zeggen ook, en zeker ook ouders of andere hoogbegaafde volwassenen die ik spreek, die zeggen ja, ik deed juist niet mijn best, omdat ik dan meer werk kreeg. En dat was een soort van straf. Ik had helemaal geen zin in meer werk. Ik wilde ander werk. En vooral dat andere, wat meer aansluit bij de belevingswereld van hoogbegaafde kinderen, dat andere werk is zo ontzettend belangrijk. Kinderen zitten fulltime op school. De langste tijd van hun leven zitten ze op school. Dat moet gewoon passend zijn. Het is levensondermijnend als het niet passend is. Wij hebben hem thuis gehouden nadat bleek dat het gewoon echt zo ontzettend niet goed ging op school. Hij huilend en helemaal overstuur naar school werd gebracht. Dat mijn man en ik tegen elkaar zeiden, dit doen we nooit meer. Vanaf dat moment hebben we hem thuis gehouden en hebben we hem eerst gewoon laten bijkomen. Dat heeft een jaar geduurd om uit te deuken, om zichzelf een beetje terug te vinden. Daar hebben we uiteraard begeleiding bij gehad. Een kind van 7, 8 jaar met een posttraumatische stressstoornis, dat is echt ongekend. Het enige wat deze kinderen willen is onderwijs dat aansluit met de manier waarop zij denken, waarop zij de wereld beleven en wie ze zijn. Dat gun je ieder kind en dat gun je ook deze kinderen. En heb je het naar je zin op school? Heel erg. Oké. Wil je wat vertellen over het onderwijs op je vorige school? Hoe ging het daar met jou? Niet zo goed. Was je blij op je vorige school? Een beetje. Ik had natuurlijk wat vrienden. Oké. En dat was wel leuk. Waren er ook momenten dat je verdrietig was? Ja. Oké, en waar werd je vooral verdrietig van? En niet bij horen. Je had het gevoel dat je er niet bij hoorde. Ja. Oké. En hoe voelde je je daarbij? Niet fijn. Nee. Hey, en hoeveel scholen heb je opgezeten? Vier. Ik zit nu op mijn vierde school. Ik heb 1 jaar thuis gezeten, van groep 4 naar 5 Oké. thuis gezeten. En Dus er dan? moet gewoon echt verandering komen. Want anders? Gaan echt veel meer hoogbegaafden thuis zitten en gaan ze gewoon zich echt niet goed in hun vel. Je weet wat ik bedoel. Dat ze dan niet goed in hun vel gaan zitten. Ja. Oh, en wat gebeurt er dan als ze niet goed in hun vel zitten? Worden ze wat meer chagrijnig. Ja. En dan worden ze gewoon minder blij. Minder blij. En een beetje verdrietig af en toe. Ja, je moet er bijna bij huilen als je het zegt. Ja. De stelling waar we het nu nog over gaan hebben, de bestaande kaders van onze wetgeving zorgen ervoor dat maatwerk helemaal niet mogelijk is. Hierdoor kan van echte passendheid in het onderwijs geen sprake zijn. En waar wij ook de afgelopen jaren wel te vaak tegenaan liepen, was ook dat de minister zei, ja, maar dit kan niet, want de wetgeving. En dan denken wij, ja, maar we zijn nou juist Kamerleden en de minister is er juist om als wetgeving niet past, om dat aan te passen. Daar zijn we juist voor in de Tweede Kamer. En wat mij betreft ook niet op een particuliere school, maar gewoon een school die door ons allemaal wordt betaald. Want onderwijs zou voor ieder kind natuurlijk een recht moeten zijn. Bij de verhalen die, als je echt kritisch luistert, dan gaat het goed met die kinderen. Niet dankzij school, maar meer ondanks school. Hoe kijk jij daarnaar, Rutmer? Jouw partij zat natuurlijk ook in de regering, die zorgde voor die wetgeving.
Ja, en ik ben, dat was mijn eigen staatssecretaris Sander Dekker die dit in 2014-15 heeft ingezet. En ik ben daar zelfs Kamerlid van de VVD heel kritisch op geweest. In elk debat dat ik gevoerd heb, heb ik gezegd dat het schort aan de uitvoering, exact wat Lisa zegt, dat het idee dat elke kind op de best passende plek in het onderwijs zou moeten kunnen zitten, dat dat heel mooi is. Maar dat we in praktijk zien dat dat niet voor elkaar komt. We hebben heel veel mogelijkheden voor kinderen tussen de 70 en de 120 IQ. Maar als je boven de 120 komt, heb je eigenlijk alleen nog maar gymnasium en meer niet. Dat is eigenlijk heel gek, die bekostiging. We hebben ook heel specifiek gevraagd van kunnen we nou niet particulier onderwijs in de meest extreme gevallen ook bekostigd laten worden door de overheid voor die kinderen die vastlopen in het onderwijs. En ook daar is positief op gereageerd. Ik zie wel dat het nog in praktijk onvoldoende goed werkt, maar we zijn stapjes aan het maken. En hoe meer jullie zien dat het niet werkt, laat het ook aan ons weten, aan Lisa, aan mij en anderen, zodat wij die minister kunnen blijven sturen en duwen dat hij dit voor elkaar moet krijgen. Maar als jullie daar suggesties of ideeën of punten over hebben, of punten waar je concreet tegen aanloopt, laat dat ons ook vooral weten. Hè? Want wij zitten natuurlijk wel in de Tweede Kamer, we controleren wet en regelgeving. Maar ja, we hebben ook juist dit soort gesprekken nodig om input te krijgen van mensen die hier, ja, direct ook soms tegen die wet en regelgeving aanlopen. Dus Fabian, jij wilde hier nog even op reageren? Ja, ik hoor de reactie, de urennormen zouden daar wel aan moeten sleutelen. De status quo en de realiteit is dat er op dit moment gewoon heel veel jongeren, waar we het eerder over hadden, echt ziek thuis zitten. Ja. En waarbij ook wij in gesprekken met bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden horen, we willen wel met alternatief aanbod werken, maar dat mogen we niet, want dan worden die uren niet gehaald. En vervolgens zou je zeggen, goed, want daar komt bijvoorbeeld onderwijsinspectie in beeld. En in gesprekken met onderwijsinspectie krijgen we te horen, ja, wij herkennen het ook, maar wij hebben onze taak, onze rol is om toe te zien dat de wet wordt nageleefd. De vraag is, als er geen passend aanbod gerealiseerd kan worden vanuit de school, ja, hoe gaan we daar dan mee om? En daar kwam ook mijn vorige vraag vandaan, die ik aan Lisa stelde, van kijk, binnen de bestaande kaders en binnen welke mogelijkheden zien we wel? Ja. Nee, maar dit is dus een concreet knelpunt. Het is wel de eerste keer dat ik hem zo concreet hoor. Dus ik gaf net ook al aan, waarom zijn dit soort gesprekken nu juist goed om te voeren? Ook omdat wij niet alle kennis natuurlijk in huis hebben en dit juist zouden moeten horen. Dus ik wil best ook wel eens hierover in gesprek gaan. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat een inspectie en samenwerkingsverbanden naar elkaar wijzen en dat school daar ergens tussen zit en dat vervolgens geen passend aanbod voor een kind wordt gerealiseerd. Maar dat zou liggen aan uren, dat is voor mij nu wel nieuw. Maar die komen dan niet bij ons terecht. Maar het geluid wat we toch nog veel te vaak horen, en dat blijkt ook uit bijvoorbeeld de aantallen thuiszitters op dit moment, 15.000 in Nederland. Dat is natuurlijk niet goed, dat moeten we niet willen. En dat is problematiek die verder reikt dan alleen hoogbegaafd, hoor. Laat het duidelijk zijn. Maar we zien wel dat dit gewoon echt vaak een knelpunt is. Dat er moet worden voldaan aan die normen. En op het moment dat de school probeert om ook out of the box te denken en te kijken naar andere passende oplossingen, dan worden ze heel vaak teruggefloten, want dat volstaat al niet. En vergeet niet dat daarna ook, en die schijnende gevallen komen we ook tegen, dat er weer andere stappen in gang worden gezet. Omdat ook men, wanneer dan daar een conflict ontstaat, nou, ik zou er dan niet heel diep op, maar het is gewoon heel triest en schrijnend dat we dat best nog regelmatig zien, dat dan ook partijen als de kinderbescherming in beeld komen. Of de, weet je, het probleem wordt steeds groter en de basis begint bij, sluit het aan bij het kind. En is er een plek om tot een passende, om tot passend ontwikkelaanbod te komen? Ja, wordt dat niet gevonden, ja, wat dan? En nogmaals, het ligt bijna nooit aan de inzet van het individu. Scholen willen graag aan oplossingen werken binnen de mogelijkheden die ze hebben. Onderwijssamenwerkingsverbanden proberen het. Maar uiteindelijk zien we toch heel vaak dat wetgeving op dit moment echt de beperkende factor is. We hebben ook een manifest die we graag willen overhandigen. En daarvoor geef ik Marije, geef ik jou even het woord. Ja, dankjewel. Ja, we hebben een manifest opgesteld. Dat manifest is online geplaatst en inmiddels heel erg veel getekend. Ruim 2000 handtekeningen hebben we al verzameld. En in dat manifest roepen wij de overheid op tot passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. En dat manifest willen wij Rutmer en Lisa heel graag aan jullie aanbieden.
En uiteraard ook aan Sylvana, maar die is er nu niet meer. En als het goed is, is nu in jullie mailbox het manifest terechtgekomen. En naast het manifest hebben wij ook ervaringsverhalen verzameld. Zoals er vandaag ook met jullie zijn gedeeld, zijn er nog heel veel anderen die dat ook met jullie hebben gedaan. Ja. En wij hebben die allemaal verzameld en gebundeld. Dit zijn lang niet alle verhalen die bij ons binnen zijn gekomen, maar er zijn net als bij de kinderen, zijn er ook heel veel ouders en jongeren en kinderen die heel graag het geluid wilden laten horen, maar het niet meer durfden of niet met hun verhaal naar buiten wilden komen. Maar weet dat dit een druppel is van alle mensen die ons benaderd hebben. Ruim 2000 handtekeningen en bijna 200 ervaringsverhalen. Maar het zijn er veel en veel en veel meer. Maar om dit in ieder geval ook zichtbaar te maken voor jullie, hebben we bij deze aan jullie aangeboden. Dus bij deze. Dat, ik weet niet hoe lang dit al gaande is, zoiets, dat mensen, maar zo kunnen we eigenlijk in debat blijven, want ja, het gaat zo alsmaar door. Want eigenlijk zijn de kinderen toch wel de toekomst. Dus er moet echt iets aan gedaan worden. Ja, je zegt eigenlijk, we kunnen debatteren tot we van ons wegen, maar uiteindelijk moeten ze er ook daden tegenover staan. Ja, er moet wel iets gebeuren, want als er niks gebeurt, dan heeft het allemaal geen zin. Nee. Er moet wel echt nagedacht over worden, want ja, anders kunnen nog honderden van deze gesprekken gevoerd worden. Maar daar heeft het ook niet veel zin. En hier heeft ook heel veel tijd in gestoken. En toch, Ilko, juist dit soort gesprekken zijn dus voor ons heel, heel belangrijk. Want als je Tweede Kamerlid bent, dan voer je het woord over heel veel verschillende onderwerpen. En dan, je kunt nooit meteen altijd overal oplossingen voor weten. Dat kunnen wij in de Tweede Kamer ook niet. Daarom is het juist zo fijn dat jij en al die andere kinderen hier ons vertellen waar jullie tegenaan lopen. Zodat Rutmer en Sylvana en ik dit weer opnieuw neer kunnen leggen bij de volgende minister van Onderwijs. Volgens mij was het doel van dit debat, en dat hebben we denk ik wel echt goed bereikt. Dat, ook wat Lisa net zegt, wij zitten in Den Haag. En voor ons is het ook heel belangrijk om vooral gevoed te worden met verhalen uit het land en verhalen van met name jongeren die in het nauw zitten. En ik denk dat we dat wel echt heel goed gedaan hebben tijdens dit debat. Jullie vooral ook heel goed gedaan hebben. En ik krijg net door in mijn oortje dat ik Joost nog even het woord zou moeten geven. Ja. Maar wat ik nog bij het laatste onderwerp nog in ieder geval even wilde benadrukken is dat het... Maar goed, het probleem waar ik altijd uiteindelijk... Nou ja, Lisa vraagt van, ja, waar lopen we dan concreet tegenaan? Ik merk heel erg bij scholen en ook van andere mensen wat ik hoor, is dat het vaak van één van twee dingen komt. Ofwel het is omdat onmacht of gebrek aan kennis of / onwil. Enerzijds is het dus de kennis die gewoon vaak ontbreekt, waarbij, de heer Herema die heeft natuurlijk al bij het laatste... de debat over passend onderwijs daar over de basisnorm die omhoog moet en het kenniscentrum, en dat vind ik allemaal heel goed en ik denk dat het heel belangrijk is dat die kennis inderdaad ook zo goed verspreid wordt. Maar wat ik ook merk is dat in ieder geval ook bij mijn school is dat ze heel vaak zeiden van ja, bijvoorbeeld met dat je versneld examen kon doen, ja nee, want daar wordt dus niet genoeg ruimte in gelaten. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we echt kijken van oké, we moeten ervoor zorgen dat dus enerzijds dat de scholen altijd wel willen blijven en dat ze ook weten van oké, dit is wel echt belangrijk. Anderzijds dat ze ook echt naar kijken van, geven we de scholen uiteindelijk nou wel genoeg ruimte om ook, om die extra uitdaging te bieden. Ja, nou, dat lijkt me eigenlijk een hele mooie vraag waar we de komende tijd over na kunnen denken. En een mooi einde ook voor dit debat, want volgens mij zijn we er. Volgens mij hebben we allemaal indrukwekkende verhalen gehoord. En hebben Lisa en Rutmer en ook Sylvana een beetje een beeld gekregen van wat er speelt op het moment in hoogbegaafdheidsland en wat ons te doen staat.